Binnen het Marwina ziekenhuis zal eind september een nulmeting plaatsvinden. Daarna zal gelijk worden uitgepakt met de verdere operationalisering van het streekziekenhuis. Dit liet minister Omar Ramadien van Volksgezondheid vandaag in het parlement weten. Hij geeft aan dat enkele diensten verder in ontwikkeling gebracht zullen worden en dat het ministerie ook medische projecten wil uitvoeren in samenwerking met deze ziekenhuizen. Een op te zetten spoedeisende hulp, apotheek, laboratorium, een röntgenafdeling, de ambulancedienst en minimaal klinische opnames. Aangezien het feit eenmaal het geval is op dit moment dat wij slechts een internist op dit moment te werk gesteld hebben in het Marwina ziekenhuis. Ook decentrale missies zullen worden voorbereid. Ik denk aan deze, aan de oogmissies en ook de jeugdtandverzorging. Voordat de regering begint met de formele operationalisering van het Atjoni ziekenhuis, moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Het ministerie is daarom bezig binnen haar begroting een aantal raadsvoorstellen voor te bereiden. Deze moeten ervoor zorgen dat de lopende kosten gedekt kunnen worden. Het gaat hier over de aannemer die nog betaald moet worden, de generator die nog betaald moet worden en directe operationele kosten en het aantrekken van enkele essentiële medewerkers eerst in place moeten zijn voordat verder overgegaan kan worden tot verruiming. Dan wel operationalisering van het ziekenhuis. Minister Omar Ramadien gaf vandaag in de Nationale Assemblée ook aan dat de situatie met betrekking tot het rotavirus niet verder is geëscaleerd en dat Volksgezondheid constant bezig is de zaak te monitoren.